ja, volgens de kranten, volgens de weekendbijlagers. Alles werd anders. Het was een zeitenwende, zou ze gaan voltrekken. Zouden jullie niet eens excuses maken voor al die onbeschrijfelijke lulkoek die jullie in de krant hebben gezet? Hè? Of leg eens uit waarom het helemaal niet uitgekomen is. Dat zou ik ook best willen weten. Het Verlossum, kunt u mij horen? Nou, het is een heerlijke zomer, ik kan niet anders zeggen. Wij zitten nu weer in het autootje natuurlijk en het tikkelt en tokkelt fijn op het dak. Het regent en wat ik er zo van gezien heb van Buienrader, komt er nog een flinke lading aan in de loop van de middag. En wanneer was dat? Vrijdagmiddag was ik boodschappen gaan doen zonder paraplu. En toen begon het te motregenen, want je weet, Buienrader is niet sterk op punt van motregen. Dat ziet hij niet eigenlijk, of heeft hij niet van moeite mee. En ik begon me net te ergeren en toen dacht ik, Rodos, je zult toch in Rodos zitten? In zo'n vakantiehuisje en in de verte, nietwaar? Op de heuvelrug zie je zo'n ring van vuur op je afkomen. En eigenlijk moet je voortdurend bij elk buitje denken, Rodos. Hè? Ja. We zijn niet op Rodos of in een ander ongelukkig oord in het Mediterrane gebied. Want het is natuurlijk in Noord-Afrika even erg als het in het noordelijke deel van de Mediterranee is. Ja, die hebben er ontzettend veel last van. Nou moet ik zeggen, ook daar geldt dat elk jaar weer, want dat is eigenlijk het kernpunt van journalistiek, is dat de wereld elke dag opnieuw volledig wordt uitgevonden. Want als je natuurlijk het een beetje gevolgd, dan weet je dat de Mediterranee die brandt al jaren. Ik herinner me 2 weken in Fréjus, waar we de godganse dag kwamen de blusvliegtuigen op 70 meter hoogte over, die daar ergens in de verte de Makige die in de fik stond, gingen blussen. Dus ja, het is misschien wel ernstiger dan het was. Dat is eigenlijk waar we nu mee te maken hebben. We hebben nu de discussie over klimaatverandering. Ja, maar als je, en jij zei nou, hoe was mijn zomer tot nu toe? Nou, zalig. Een Hollandse zomer. Wat wil je nog meer? Af en toe een zonnetje. Niet waar, af en toe een buitje. Want als je naar de cijfers kijkt van deze week of vorige week, allemaal 20 graden, 21, 22, 19, nou ja. Precies in de range die voor een beschaafd mens noodzakelijk is. En ja, dan heb je natuurlijk wel hoe je er in godsnaam toe komt om onder de huidige omstandigheden met een vliegtuig naar de Mediterranee te gaan. Daar begrijp ik echt helemaal niets van. Want ik begreep dat het helemaal geen pressie zet op. Het is helemaal niet zo dat mensen massaal zeggen, we gaan maar niet en we gaan maar liever kamperen bij Amerongen. Nee, dat is niet het geval. Dus die wonderlijke zonaanbidding, het blijft een raadselachtige zaak. Ja, ik heb er zelf nooit last van gehad, maar het blijft een raadselachtige zaak. Ja, want je zult maar in de hitte nu zitten daar. Ja, overigens wil ik nog wel iets over die regen zeggen. Want kijk, als het in Nederland te droog is nou, dan tetteren de media erop los. Elke dag een stuk te droog in Amerongen, Bokstel volledig verschroeid geraakt, nou enzovoort enzovoort. Nu regent het al weken. Eigenlijk sinds die droge periode voorbij is, regent het volgens mij al een week of 6, 7, als het dan niet meer is. En nou probeer ik op te zoeken op het internet. Is het regentekort al opgevuld? Dat wil zeggen, zijn we al naar een soort van normale toestand? Dat is nergens te vinden. Je ziet wel, ze hebben wel een soort statistiekje. En dan zie je het dit jaar, 23, zie je eerst tot de droge jaren behoren en aan het eind zit er een soort stippelstaartje aan, alsof de ezel ziek geworden is, zou ik maar zeggen. Maar wat dat precies betekent, niets te vinden. En dat denk ik altijd, dat is toch voor elke journalist, dat je denkt van, hoe zit het nu? Laat ik eens even het KNMI bellen. Die waarschijnlijk staan te popelen om dit allemaal mee te delen natuurlijk. Ja, nou, goed idee. Hoe komt het toch dat de journalistiek vaak zo'n wonderlijk soort van belangstelling heeft, namelijk vooral voor dingen die niet interessant zijn en veel te weinig voor dingen die wel interessant zijn. Dat blijft een merkwaardige zaak. Nou, Algerije, enorme bosbranden, ja. Oké. Dat is natuurlijk een vergelijkbaar landschap met vergelijkbare begroeiing. Nou ja, je kent die begroeiing wel allemaal van die gordroge struikjes, ongeveer zo hoog als ons middel. Ja, en dat fikt als de pest, als het eenmaal, en dan vaak waait het hard, dus dat maakt dat het nog veel lastiger is om het te blussen. Maar dat gold ook voor Canada. Ja, die Canadese branden waren dit jaar vrij groot. Dat is absoluut een feit, maar het brandt in Canada elk jaar. Hmm.
is niet iets wat nog nooit gebeurd is, maar nu zich op unieke wijze voordoet. Nee. En bovendien, een deel van die branden heeft natuurlijk ook te maken met grotere druk van mensen op landschappen. Zeker op, laten we zeggen, semi-aride landschappen zijn altijd veel kwetsbaarder dan, laten we zeggen, solide en wat nattige landschappen. Maar als je de berichtgeving toch een beetje in de gaten houdt rond die bosbranden, lees je toch dat er mensen zeggen die zeggen, ja, zonder die klimaatverandering was dit nooit gebeurd. Dan hadden we ja, dat niet. Lijkt mij toch, het hangt er vanaf wanneer de klimaatverandering laat beginnen. Maar bosbranden in dat type van landschap, die zijn, ja, zolang ik mij kan herinneren, brand Zuid-Frankrijk. Dus ja, sterker nog, toen wij daar zaten in Fréjus, dat is ondertussen ook al, god, de kinderen waren klein. Dus reken maar uit, dat is 30 jaar geleden of zo. En stond die boel er ook in de fik en het werd gezegd dat het allemaal aangestoken werd. Ja, dat zijn dus nu weer. Als die maquis dus afgebrand is, dan kun je lekker weer villaatjes bouwen, kennelijk. Krijg je dan makkelijker vergunning, weet ik hoe het zit. Ja, je begrijpt als je dit aansteekt. Zo'n ja, dat type dus nu, hoorde je nu weer. Dat is echt de makkelijkste vorm van vandalisme. Want bewijs maar eens dat iemand het heeft aangestoken. Ja, precies. Want het is voldoende waarschijnlijk om een brandende sigaret weg te gooien. Als het maar gewoon droog is. En gezien, ja, als je ooit dat landschap hebt gezien. Het is gordroog. Het is elke zomer gordroog. Ja, en op Rodos had je die wind nog. Want dat heeft zo'n merkwaardige ligging. Dus die wind waait daar eigenlijk tussen die twee gebieden door, waardoor het nog een keer extra aangewakkerd wordt, dat vuur. Dus ja, god, vakantie in de Mediterranee. Ik moet zeggen, sorry dat ik erom lag, maar een van de zenders had in het nieuws, of direct na het nieuws, een reportage over dronken jonge mensen op Mallorca. Ik weet niet of je het gezien hebt. Ik heb zoiets gehoord, ja. Wat een treurige vertoning is dat toch. Allemaal meisjes die niet meer lopen konden. Lallende jongens met rare. Nou ja, het was van een banaliteit die je niet voor mogelijk houdt. Waarbij je dan denkt, god, wat ben ik immens blij dat ik niet meer jong ben. Dat zou je toch aan mee moeten doen aan die rare, vulgaire robbel. Maar er zit natuurlijk ook een beetje de perceptie in wat jij zegt. Dat het geen invloed heeft, die bosbranden, op de vakantiebestemmingen van. Als we op vakantie gaan, dan moeten we naar het zuiden. Nee, waarschijnlijk is er wel ergens een kantelpunt. Ik bedoel, als het elk jaar zo verschrikkelijk afvikt. Dit is duidelijk wel een beetje een friekjaar. Nou, dat kan elke klimaatdeskundige kan je vertellen. Ja, er is een gemiddelde opwarming over een langere periode. En eigenlijk waar we nu mee zitten, is dat het aantal de frequentie van friekjaren neemt toe. De kans dat je een heel warm jaar ertussendoor hebt lopen, die neemt toe. Maar de kans dat dit jaar bijvoorbeeld een friekjaar, dat ook in de komende 10 jaar identiek zal zijn, die kans is betrekkelijk klein. Maar het aantal friekjaren zal wel toenemen. En denk je ook dat we toe moeten naar dan een nieuwe vorm van vakantie, dat we meer naar het noorden toe gaan, omdat het daar koeler is? Nou, dat weet ik niet. Ik denk het niet. Kijk, mensen zitten maar 14 dagen natuurlijk in zo'n stom hotel aan zee. En wat ze willen is de absolute garantie dat je 14 dagen zon hebt. Liefst geen wolkje te zien. Hè? Elk wolkje, dan het vinken zal aan. Ik heb een wolk gezien, dat hebben we niet afgesproken. Antal, ja, geen wolken. Nee, omdat je natuurlijk al heel lang heel fijn op vakantie kon in Noord-Europa. Ik ben zelf een levend voorbeeld van het feit dat ik 90% van mijn vakanties doorgebracht heb op een waddeneiland in Casu Texel. En daar ben ik altijd zeer tevreden mee geweest. Ja, je loopt de kans dat er een bijtje valt, absoluut. Maar tegenwoordig hebben we bovendien dan, weet het, de buienradar. Dus je kunt ook even kijken, hoe laat gaat het echt fijn regenen vanmiddag. Nou, dan ga je met je wandelingen, start je een uurtje eerder of je start een uurtje later, dat maakt niet uit. En dan kun je ook nog naar de Oostzeekust. Je kunt naar Scandinavië. Mijn vader ging altijd met vakantie naar Zweden. En hij beweerde altijd dat het heel zonnig en aangenaam en prettige vakanties waren. Hij is ook wel eens naar Schotland geweest, waar het in zijn geval, een uniek geval, de heren was hem welgezind, niet regende. Want daar schijnt het ook wel vrij veel te regenen. Maar ja, je kunt al heel lang gewoon in Noordwest-Europa met vakantie. Wat tal van grote voordelen met zich meebrengt. Ja. Namelijk dat je meestal andere rustige mensen treft die het niet zo druk hebben met de zon in Antalya. Die jongen. Die jongeren naar Mallorca, dat was echt. Zij zeiden toch ook nog dat het iets verderop.
Fantastische beelden. Iets verderop op het eiland was het toch nog erger, want daar zaten de Britten. Ja, maar daar zaten de Engelsen, maar daar durfde eigenlijk niemand meer te komen. Het was echt ongelooflijk. Een soort van gruwelijke vakantiekolonies, dat je denkt van, dit is toch wel diep amusant. Maar ja, dat komt natuurlijk ook omdat dat vliegen zo spotgoedkoop geworden is. Je weet, je kunt overal in Europa naartoe vliegen voor €50. Maar wat gebeurde daar dan? Wat doen die Britten dan? Zuipen en de boel onderpissen? Dat nou, vooral zuipen dus. Maar het was naar aanleiding van die man die op een slapende zwerver had gepoept. Dat was een geweldig issue geworden in Mallorca. Een soort symbool van de treurige bezopen vulgariteit van die jonge toeristen. Ja, je zit maar met die jonge toeristen. Ja, god, de jonge mens is natuurlijk in allerlei opzichten vrij lastig object, zeker. Ja. Hoe kijk je naar de verhalen dan rondom bijvoorbeeld het ijs bij Antarctica? Want daar komen ook iedere keer verontrustende berichten. Ja, zeker. En dat is op de lange termijn gezien neemt dat wel af. Al gaat dat relatief langzaam. Er stond weer zo'n kaartje in de kwaliteitskrant. En dan zie je op sommige punten overigens is het iets verder dan het normaal is nu op dit moment. En op andere punten iets minder. Maar goed, als geheel neemt het af. Dat heeft ook weer lange termijn consequenties, omdat ijs reflecteert zonlicht. En als het ijs er niet is, dan wordt het dus in veel mindere mate gereflecteerd. Dus ja, maar goed, dit zijn de lange termijn ontwikkelingen. Hè. Het is heel lastig om incidentele situaties, bijvoorbeeld deze inderdaad ongelooflijk warme zomer, althans niet in Nederland, godzijdank, maar elders, om dat te koppelen aan klimaatopwarming. Je moet bij klimaatopwarming toch denken aan lange termijn ontwikkelingen, waarbij specifieke onaangename incidenten zich frequenter voordoen. Zo zit het ongeveer in elkaar. En deskundigen zeggen dan, we zijn nu halverwege de opwarming, dus het point of no return, dat komt steeds dichterbij. Nou, ik weet niet of er een point of no return is. Ja, we gaan ook die 1,5 graad niet halen. Ja, dat is ook tot. We hebben de technologische mogelijkheden, we hebben het geld, we weten hoe het zit. En de hinderpaal is politiek. En gedrag van mensen. Precies, maar goed, het gedrag van mensen is, zeker als je het subsidieert, vrij verstandig. Denk aan Nederland bijvoorbeeld met de zonnepanelen, daar hebben we het meer over gehad. In feite is dat een deel van de energietransitie wat veel sneller verlopen is dan iedereen gedacht had. Ook gezien de prijsontwikkeling natuurlijk ten aanzien van die zonnepanelen. Maar een omslagpunt, ja. Nee, ik had het over de politiek. Kijk, in Amerika ontkent een van beide partijen überhaupt dat er klimaatopwarming is. Dat is natuurlijk vervelend in de op één na grootste vervuiler ter wereld, namelijk de Verenigde Staten. En ja, in China, daar zijn ze, hebben ze ook ontzettend veel last, vooral in Zuidoost-China, van opwarming. Maar ja, daar is het dan aan dat politieregime, of hoe je het precies wil noemen, aan die dictatuur, aan die dictatoriale staat om daar iets aan te doen. Bij mijn weten doen ze daar ook betrekkelijk veel aan. Maar ik heb geen kijk op hoeveel het is en hoeveel het meer zou kunnen zijn, dat durf ik niet te zeggen. Nou ja, Nederland zelf is een goed voorbeeld van een achterblijver op dit punt. Veel Europese landen zijn ons voorgegaan in de transitie naar niet-fossiele brandstoffen. Duitsland is verder op dat punt. En ja, wij waren tot voor kort, ik weet niet hoe het nu is, het vieze ventje van Europa toch? En dat komt natuurlijk, ja, komen we terug op een bekend punt, dat de Nederlandse overheid natuurlijk, zeker op het punt van investeren op lange termijn en het runnen van een verantwoorde overheidsapparaat, in de afgelopen 20 jaar natuurlijk ongelofelijke steken heeft laten vallen. En dat gaat niet veel beter worden na, niet waar, die kabinetscrisis die uitgelokt is over immigratie. Niet waar, voor asielzoekers, terwijl dat een echt een minor punt is. Ik kan niet later nog even Caroline de Gruyter, die had vandaag een fantastisch stukje weer. Ging over Hongarije, daar hadden ze een wet aangenomen met getoeter en geschetter. Hongarije wil geen immigratieland worden. Maar zonder dat het iemand het verteld heeft, importeert Hongarije meer dan 80.000 werknemers uit Azië om de industrie draaiende te houden. Haha. Ah, ja. Dat is een gigantisch structureel probleem voor heel West-Europa. Dat we te weinig mensen hebben om het werk te doen wat gedaan moet worden. Ja. Maar als je dus kijkt naar de klimaat, jij denkt dus dat politiek, los van dus de techniek en de gedrag. Ja, de politiek werkt traag en dat is de belangrijkste factor.
We hebben nu net de triomf gezien van een politieke beweging in Nederland. Vanaf de rechterkant, de BB-beweging. Die natuurlijk vindt dat het stikstofprobleem eigenlijk helemaal niet ernstig is. En daar moeten we niet te streng op zijn. En die internationale afspraken, ja, dat is ook niet zo fijn. We gaan nu afwachten. Niet waar wat de BB-beweging in die diverse coalities ervan terecht brengt. Ja, ze gaan wel meedoen. Want tenslotte zullen we er toch iets aan moeten doen. Ja. Het idee dat wij in Europa een speciale uitzonderingspositie zijn. We zijn door Brussel al meerdere malen gewaarschuwd dat er iets aan gedaan moet worden. Dan heb je natuurlijk een hele factie in Nederland. Zegt van, trek je toch niks aan dat Brussel, al die klootzakken, hè, die Timmermans, kom op, groene revolutie. Daar hebben wij bij mijn weten ook tegen gestemd. Nee, Nederland is dus ook heel kortzichtig op dit punt. Wat denk jij dat dat dan de grootste verandering teweeg kan brengen? Is dat dan dat de politiek bepaalde regels oplegt die mensen echt dwingen een bepaalde kant op? Uiteindelijk wel. Als mensen niet uit zichzelf iets doen, dan kun je van allerlei methodes om mensen te manipuleren. En prijsmanipulatie blijkt geweldig te werken. Hmm. Waarom heeft iedereen zo'n paneel op zijn dak of een aantal van die dingen? Niet waarom dat ze gesubsidieerd werden en vervolgens kon je die rommel terugleveren aan het net. Ja. En daar kreeg je geld voor. Ik heb laatst En je precies ziet dus hoe fantastisch dat werkt. Ja. Ik sprak nog in een zaal, waar was het? Ik geloof vrijdagavond. En als je dan vraagt, wie hebben er van die panelen op hun dak? Ja, dat is meer dan de helft van zo'n zaal. Nou, dat is dat veel. Een specifieke zaal van mensen, wat oudere mensen, die het waarschijnlijk erg vrij ruim hebben. Die komen luisteren naar een cultureel evenement. Ja, ik werd geïnterviewd door Eus. Dat was een soort cultureel evenement. Oh, in Groningen was dat? Ja, dat was in Groningen. En ik weet niet hoe het zo kwam, maar toen dacht ik vraag eens even aan het publiek hoe het zit. Nou, meer dan de helft heeft zonnepanelen. Ik heb laatst eens even opgezocht, van je hebt dus ook van die dakpannen. Je hebt dakpannen, hè? Ja, ik heb rode dakpannen. Ja, er zijn dus ook rode kruispannen. Kijk, er zijn dus ook al dakpannetjes en daar zitten dan paneeltjes in. Maar dat is en veel te duur en het rendeert heel slecht. Dus dat is nog geen oplossing. Nee, dat zag er wel fraai uit. Ja, maar in feite is de paneelrevolutie, dat is al een onderdeel. Een heel wezenlijk en richtinggevend onderdeel van de energietransitie natuurlijk. Hmm. Ja, we hebben het er wel eens over gehad dat op een beetje een zonnige dag waar een windje staat. En er is niet een al te grote elektriciteitsvraag in Nederland. Dan is de productie van niet-fossiele energie is al groter dan we nodig hebben. Ja, mits die natuurlijk in de goede richting ligt. Maar goed, we zitten met een politiek probleem. Ook in Nederland is enorme weerstand tegen de dingen die in dit verband op lange termijn noodzakelijk zijn. Ja. Kijk, we beginnen meteen met vuurwerk hier. En er zijn ook heel veel mensen die vinden ze nog lelijk, hè? Die zonnepanelen, leggen ze daarom niet meer. Nou, ze zijn ook niet mooi natuurlijk. Maar deze straat, dat is een gemeentelijk monument, dus wij mochten ze ook niet aan de voorkant leggen. Maar aan de achterkant, dat kan je niet zien, is een plant dak. Daar valt niks van te zien. Dan moet je echt een helikopter huren. Ik ben er zelf nooit geweest op mijn eigen platte dak. Jij kunt je eigen zonnepanelen niet zien? Nee, ik heb ze nog nooit gezien. Het kan zijn dat ze er gewoon helemaal niet liggen. Dat zou kunnen. Dat doet een beetje denken aan die huizen. Was dat niet in Amersfoort? Ook nieuwe huizen. Waar meteen al panelen gelegd waren. En na enige jaren bleek dat die dingen nooit waren aangesloten. Maar ja, die mensen hadden ook niet gekeken hoe het precies zat. Dus die hadden er verder niks van gemerkt. Vond ik ook vrij geestig. Of die huizen die zo fantastisch geïsoleerd waren dat iedereen er in no time ziek werd. Dat vond ik ook wel vrij omdat geestig. Omdat de ventilatie niet goed was. Ja, moet je in een huis eigenlijk vrij fors ventileren om het een beetje fris te houden. Ja, raampje open of zo. Ja, je moet eigenlijk altijd zeker onder de huidige omstandigheden. Kun je gewoon permanent wel ergens een raam openzetten, toch? Ja, of je moet een warmte-terugwindsysteem hebben. Zo'n WTW heet dat volgens mij. En dan filtert die eerst de lucht voordat het naar binnen gaat. Ja, nou ja, zo'n filter, dat moet je dan weer schoonmaken en zo. Ik zet gewoon mijn ramen open. Ja, maar dat, volgens mij is dat ook voor hele nieuwe huizen waar de isolatie op en top is. Ja, dit zijn bepaald geen hele nieuwe huizen. Nee. Die WTW is dan volgens mij ook omdat je dus zo goed geïsoleerd bent dat je dus door het raam open te zetten geen warmte kwijt wil. Oh, veel ja, dat. Ik denk sowieso dat de technologische stukken, ze staat ons nog van allerlei te wachten. Ja. Kijk, zodra ergens geld aan verdiend kan worden, wordt het een succes. Hmm. Die windparken op de Noordzee, die worden volgens mij al zonder subsidie aangelegd. Ja. Ik vind wel, als je op het strand zit, dat hadden ze die molentjes niet iets verder op zee kunnen zetten. Ik was laatst in Katwijk voor opnames en ja, daar zie je aan de hele horizon staat er voor me van die molens.
En toen zei iemand, ja, dan komt dat jij nieuwe ogen hebt. Want wij zien het niet zo. Ik wou net zeggen. Dus als het een beetje een mistige dag is, dan zie je ze niet. Nee. Maar ja, dus de Noordzee is al heel vol. En dan moeten de schepen moeten het ook nog door. Ja, nou ja, die schepen, dat is weer een ander issue van deze week. Natuurlijk een brandend schip met deels elektrische voertuigen aan boord. Maar dat komt omdat er twee vaarroutes zijn, waarvan er één heel dicht langs de Waddeneilanden loopt en één veel noordelijker. Dus ik zou zeggen, doek die eerste vaarroute, doek die gewoon op. Dat moet kunnen. Neem aan dat dat binnen het Nederlandse 200 kilometer, mijl, wat is het ook, de 200 mijlzone valt. Dus dat kunnen we doen. Er zijn ook nog van die. Nou, natuurlijk al de tweede keer dat ze daar een heel vervelend incident voordoet. Wat was het andere dan? Dat was dat Maersk-ding waar 328 van die containers afgevallen zijn. Oh, je hebt zijn, gelijk. Ja, dat was ook recent. Waar al die plastic schoenen in zaten. Ja. Dat je denkt van, import van high-tech spullen uit China, dat bleken vooral witte crocs te zijn. Dat is een hele drukke vaarroute daar, hè? Enorm. Want als je op Texel ook op het strand zit, zag je ze vaak dan ook in de verte. Dat is dan wel vrij ver weg, maar je kunt zien hoe druk het daar is in feite. Het is aan de westkant van Texel. Er zijn ook nog panelen trouwens, daar zijn ze nu aan het kijken. Die kun je dus tegen je muren aanhangen. Omdat die er zijn tal van mogelijkheden. Je kunt ook fietspaden in zonnepanelen veranderen, bij wijze van spreken. Maar dat schijnt ook niet zo makkelijk te zijn. En niet zoveel rendement, omdat het wordt vies, het wordt smerig. Ja. Dat is ook al wel zoiets. Er is ook een hele discussie over, moeten je zonnepanelen regelmatig gereinigd worden? Of worden ze eigenlijk door het hemelwater vanzelf gereinigd? Dat de een echt zegt ja en de ander zegt nee. En dat is niet helemaal duidelijk. Ik vond nog wel goed dat er ook een partij is, meerdere volgens mij, die dus zonnepanelen te lease aanbieden. Dus stel dat jij zegt, ik kan het niet betalen, dan kun je ze leasen. Ja, nou ja, god, ik kon het gelukkig wel betalen. Maar god, als je ziet wat het me nou oplevert, concreet, ook in zo'n hele ingewikkelde afrekening van die energiemaatschappij. Nou ja, dat de kans dat ik het eruit ga voordat ik dood ben, is niet zo groot. Ze gaan nu natuurlijk ook die terugleverbetaling, dat gaan ze enorm verminderen per 1 september of zo. En het zou nog maar ik vind dat helemaal niet zo erg. Ik vind het wel prettig om zelf ook een beetje energieproducent te zijn. En ook in feite deelneem aan de energietransitie. Ja, maar ben je daar erg van bewust? Ontzettend. Joh, ik droom ervan. Nee, ik doe mee. Ik lig er niet wakker van. Het is niet een van mijn grote prioriteiten, maar om eerlijk de waarheid te zeggen, heb ik helemaal geen grote prioriteiten, moet ik zeggen. Ja, maar je zit te verwarmen. Ik heb geen bucketlist. Ik heb geen grote prioriteiten. Ik rol maar een beetje door de week. Ja, zo is het zo'n beetje. Maar het is ook niet zo dat je de verwarming even een tandje lager zet, omdat je denkt, oh, dat is goed nee, voor het klimaat. Nee. We hebben hem ook niet een tandje hoger gezet toen we het deze winter af en toe koud hadden. Dat moet ik er wel bij zeggen. Je staat gewoon op hetzelfde niveau. Je staat op 20. Altijd. Altijd op 20. Ook in de zomer? Ja, nu ook. Laatst was er een koude nacht en dan slaat hij heel even aan. Ja, wacht eens even. We gaan ook weer niet onze breekbare gezondheid als ja, mijn vrouw is ook bij de 80 en ik word in oktober 80. We moeten het ook niet overdrijven. Nee. Moeten we eigenlijk nog een keer iets verzinnen? Ik heb ook nog een hybride auto natuurlijk, die 1 op 20. Oh, heeft. Die heb je ook nog. Kijk, nou dan doe je best wel goed mee. Ja. Timmermans zal trots op je zijn. En ik drink water. Ja, ja. Hey, en voor die gasleiding moeten ze eigenlijk ook nog een keer wat bedenken. Hè? Dat daar straks iets anders doorheen kunnen gooien. Dat hebben ze ja gedaan. Maar in deze buurt is een heel nieuw gasleidingssysteem gebouwd. Een jaar of twee geleden. En nou goed, ik keek dan natuurlijk een beetje in die putjes. Dus ik vroeg aan die voerman, dat ziet er allemaal verdomd serieus uit. Ja, zei hij. Dat moet ook heel serieus zijn, want daar moet ook in principe waterstof doorheen kunnen. Ah, kijk. Ja, ik zeg gewoon, is dat besloten door iemand? Heeft de gemeenteraad dat besloten? Nee, dat wist hij eigenlijk helemaal niet. Want onze straat is dus aan de lopende band open geweest. En heb ik ook gevraagd aan die voorlieden, waarom doen jullie dat nou niet allemaal in één keer? De glasvezel, het gas, de riolie, alles in één keer. Ja, dat komt dat voor al die dingen zijn verschillende vergunningen nodig. Dus de gasman, de voorman van de gas, laten we zeggen, aanbouw, die had geen vergunning voor die andere dingen. En idem dito de andere. Dus het is een, dat je denkt, zou iemand daar ooit over nagedacht hebben?
Ja. Zou er iemand bij de gemeente zijn geweest die denkt, god, dat is misschien niet zo prettig voor die mensen dat zo'n straat eigenlijk in 5 jaar 3 keer open moet. Dat is toch een beetje typisch. Ja. Kunnen we dat niet een beetje stroomlijnen, beleidsmatig? Maar dat gaat overal zo. Man, wat een overheid. Hè. Jongen. Het gaat bij bedrijven ook zo. Ik sprak laatst iemand voor het glasvezel en dat moest ergens naar binnen gebracht worden. En er komt zo'n man en die zegt, ja, sorry meneer, ik kan u niet helpen. Want op de melding, de ticket, noemen ze dat, staat storing. En dit zijn graafwerkzaamheden. Maar ik zeg, u doet wel graafwerkzaamheden. Ja, dat doen we wel, maar we moeten nu eerst in het systeem goed zetten graafwerkzaamheden. Dus toen kwam hij een week later terug, toen stond het goed in het systeem. Ja. En toen pas kon hij de graafwerkzaamheden uitvoeren. Ja, dat is ook wel een beetje dienstklopperij op hoog niveau. Dat je ook denkt, wel een druiloren, maar misschien heeft hij er slechte ervaringen mee dat hij op de vingers is getikt. Ik heb geen idee. Dat hij alle risico's maar afdekken. Ik heb een glasvezelaansluiting die ik overigens niet gebruik. Want kan je aansluiten en dan gaat het hele boel geloof 17 keer zo snel. Ja, dat is voor jou wel fijn, toch? Nee, want bij mij gaat het snel genoeg. Oh, je vindt het snel genoeg, oké. Ik kan normaal een film streamen, ja, veel. Maar zou je nog verder moeten hebben? Ik zou het niet weten. Nee. En hoe was het het zomergesprek met Eus? Nou, dat was volgens mij was de zaal ook wel tevreden. Was niet iedereen op vakantie? We hadden ook best 2 uur kunnen spreken, volgens mij. Het was een uur. Oh, dus kort. Ja, dus ik. En dan moet je naar Groningen natuurlijk. En dat is toch. Heen was het. Zijn we zeker nu een half uur kwijt geweest met file problematiek. Mag ik nog eens even terugkomen op al die schitterende krantenartikelen in de COVID-tijd? Het zou nooit meer worden zoals het was. De files zouden definitief in het black hole van de geschiedenis verdwijnen. Nooit meer hoefden we te wachten ergens. Overal konden we vlot doorrijden. Iedereen ging thuis werken. Iedereen had thuis ook een heel fijn werkkamertje ingericht met de modernste apparatuur. En god beter, het is erger dan voor de COVID. Je staat voortdurend in de file. Het is verschrikkelijk dus gewoon. Dus in de zomer nu al die wegwerkzaamheden. We gingen gisteren maar naar Maastricht. Nou, we waren zeker 40 minuten te laat in feite. Oh, dan heb je wel een mooie week gehad. En Groningen en Maastricht. Oh, verschrikkelijk, ja. En ik was ook al naar Haarlem op en neer geweest. Het was feest. Maar ja, volgens de kranten, volgens de weekendbijlages, alles werd anders. Het was een zeitenwende, zou ze gaan voltrekken. Zouden jullie niet eens excuses maken voor al die onbeschrijfelijke lulkoek die jullie in de krant hebben gezet? Hè? Of leg eens uit waarom het helemaal niet uitgekomen is. Dat zou ik ook best willen weten. Want het schijnt wel dat meer mensen thuis werken. Maar het heeft op de fileproblematiek dus geen, sterker nog, nul effect gehad. Het is erger dan het was. Leg dat nou eens uit. Zou eens daar ook, het is net als met die nattigheid. Zouden ze daar nou geïnteresseerd zijn in de eenvoudige dingen die de Nederlander dagelijks meemaakt? Kennelijk helemaal niet. Het is wel zo dat vaak dinsdag en donderdag, dan is het echt druk. Op die andere dagen, ja, maandag is ook nou, af. Ja, wat was het gisteren? Gisteren was het, ik kan je vertellen dat het behoorlijk druk ja, was. Ja, vakantieperiode dit nu. Er zat al zo'n langzaam rijdende bubbel. Als je dan net aan de A2 begonnen bent in richting het zuiden. Nou, Eindhoven is natuurlijk al aan het einde. Ook eindeloos, ja. Je staat niet stil, maar je rijdt voortdurend 3 kilometer per uur. Wat ook frustrerend is. Terwijl natuurlijk. Die randweg vrij nieuw is daar. Ja, maar waar die een op die andere aansluit. Het zijn altijd aansluitpunten. De knooppunten, waar de problemen zich voordoen. Dat klopt, ja. Eigenlijk moeten ze Eindhoven ondertunnelen. Nee, ik zag gewoon Eindhoven aan België overdragen. Is dat niet een... Nou ja, dat ik... Het is een belangrijke technologische... Brainport-regio. Ja, Brainport-regio. Met ASML. Ja, ja, volgens mij adverteert Eindhoven ook met het grootste aantal academici per vierkante kilometer. Het kan ook zijn dat Wageningen dat is natuurlijk. Ja, dat doen ze allemaal die regio's. Ja. En als je naar, Nee, het zijn natuurlijk allemaal steden die een universiteit hebben. Ja, Enschede doet het ook. Maar Utrecht is natuurlijk denk ik te groot daarvoor, Amsterdam ook. Maar als het iets kleinere eenheden zijn, dan... Dan kun je al gauw lekker scoren met het aantal academici per vierkante kilometer. Nou ja, en als je dus in Veldhoven en omgeving mensen spreekt, die zeggen allemaal van ja, we hebben toch wel te maken met veel mensen vanuit het buitenland die bij ASML komen werken en ook woonruimte zoeken. Zeker, dat was ook niet zo makkelijk daar, heb ik begrepen. Zeker niet. Ook een probleem daar. Ja, nou ja, dat is het probleem van mensen die kunnen werken en willen werken. Dat is voor Noordwest-Europa, wat natuurlijk een heel snel verouderende regio is.
Ja, want ja, god, hoe vaak hebben we dat dan niet benoemd? Namelijk dat we geen kinderen krijgen. Ja, dan zit je met een probleempje. Want als je natuurlijk niet vervangt, als je niet op die 2,2, 2,1 kinderen per relatie zit, ja, dan gaat het dat gaat heel snel. Daar moet je wel scherp op letten natuurlijk. Daar bepleit ik laatst, geloof ik, daar was ook verontwaardiging over, her en der zag ik, dat de mensen nou 7 kinderen moesten krijgen en dan lekker subsidiëren. Heeft ze een jaar vrij voor elke zwangerschap. Ja, Oostenrijk had ook dat soort van beleid, maar het heeft nooit iets geholpen. Dat is ook zo interessant. Hoe welvarender mensen zijn, hoe minder kinderen ze krijgen. Want ze zijn meer met andere dingen bezig, toch? Ja, ze hebben geleerd om van het leven te genieten. Vakanties. Ja, vakanties, zon, naar Antalya, hoppakee. Ik kon ook naar Albanië, begreep ik. Stond een foto in de krant van zonaanbidders die vanuit Albanië keken ze naar Corfu, waar je dan zo'n enorm wolkendek boven zag hangen van het op Corfu waren van die branden gaande. Maar hoe werkt het dan bijvoorbeeld als je minder welvarend was? Dus zeg maar in het verleden was het dan, er was geen afleiding, dus vermaak je maar met elkaar? Kijk, mevrouw werkte sowieso niet, want mevrouw runde het huishouden. En als je natuurlijk meer dan 2 kinderen hebt, dan wordt dat al heel gauw, wordt dat een fulltime job. Ja, maar wat ik meer probeer te vragen is van, hoe kan het nou dat als je minder welvarend bent, dat je dan meer kinderen krijgt? Is dat dan, er is minder afleiding, dus doen we leuke dingen met elkaar? Ik denk dat een heel complex probleem is. Dat iets te maken heeft met wat de mode of de cultuur voorschrijft. Mijn beide twee groepen van grootouders, mijn ene grootouders hadden 5 kinderen en de andere 4. Nou, hun kinderen hadden 3 kinderen. Hè. Mijn ouders hadden 3 kinderen. Overigens, mijn vader is nog een keer getrouwd en nog eens een keer 3 kinderen in de wereld gezet. En wij hebben 2 kinderen. En nou ja, dat mijn zoon, die heeft 3 kinderen, maar dat is al vrij uitzonderlijk natuurlijk tegenwoordig. Maar als je natuurlijk 6 kinderen hebt, ja, dan wordt dat een bedrijfje dat kinderen rudden. Want dan bovendien zit je dan een hele lange periode zit je in de kinderen, zoals dat heet. Hè? Kijk, als je er maar 1 hebt, ja goed, ze zijn in no time 6 en dan gaan ze naar school. En dan heb je bij het gedeelte bij de... Van de zorgen kun je al overdragen aan andere autoriteiten. En ik denk, ja, toch in de jaren 50 was het gewoon heel normaal. Hier onze oude buren, onze eerste buren, niet waar, die hadden 13 kinderen. Woonden die hier nog? Ja, nee, nu al, ik weet niet hoe vaak dat huis al niet gewisseld is. Ja, echt elke 10 jaar raak. En, nee, maar de oorspronkelijke buren hadden 13 kinderen. Goed, katholieke gezinnen. Nou, als je de groei van het katholieke deel van de bevolking afzet in een grafiekje, nou ja, dan was het duidelijk dat we dus binnen 50 jaar dat in heel Nederland katholiek was. Ja. En dat is helemaal niet gebeurd, omdat natuurlijk het katholicisme als een geïnstitutionaliseerde eenheid in Nederland totaal ingestort is. Er is niets van overgebleven. Nee. Er is geen katholieke bibliotheekwereld meer. We hebben... Vraag maar, zou er nog een lijst zijn van verboden boeken had vroeger de Rooms-Katholieke Kerk. Waardoor je altijd even keek, is dit een verboden boek? Dan wist je zeker dat het wel een lolle boek was. Ja, dat is ook zoiets wat natuurlijk. Dat de godsdienst altijd het levensgeluk van zijn aanhangers zo dolgraag verpesten. Maar goed, dit is een side issue, daar moeten we het niet over hebben. Ja, de wereld zat in de jaren 50 fundamenteel anders in elkaar. Ja, dan zie je die welvaartsexplosie, zeg maar, vanaf vroege jaren 60. En dan zie je dat heel snel, dus dat die babyboom, die is eigenlijk vrij snel afgelopen. Juist. Abonneer je op de nieuwsbrief van deze podcast voor het ontvangen van laatste nieuwtjes. Linkje daarnaar vind je in de show notes. En vergeet je niet te abonneren op deze podcast, want dan krijg je nieuwe afleveringen vanzelf te zien. Man, wat een overheid. Hè. Het atoombomproject is een gigantisch project waarbij 100.000 mensen betrokken waren. Maarten Verossum legt uit waarom de film Oppenheimer niet klopt. En vertelt in een college van 5 uur de echte geschiedenis over de atoombom. Ze hadden besloten namelijk dat voor alle veiligheid zouden ze 2 technieken gaan gebruiken om uranium-235 te scheiden van uranium-238. Als de ene het niet deed, dan zou misschien de andere het wel doen. Het luisterboek Atoombom. Luister je nu via de link in de show notes.
En wil je nog een podcast luisteren? Luister dan nu naar Sea Level over de kwantumtechnologie. En hoor hoe Nederland probeert mee te doen bij de allerbeste ter wereld als het gaat om deze vooruitstrevende techniek. De link naar de podcast vind je in de show notes.